Het is een boeken wat zich afspeelt in de gevangenis. Het is een roman over... Uh, ja, die, die uh, eigenlijk een onderzoek is, denk ik. Een onderzoek naar... Uh, de dunne grens tussen goed en slecht... goed en vrijheid, onvrijheid. Uh, ook een onderzoek naar de zin van het leven. Als je geen zin meer, toekomst meer hebt. Want een deel van het boek is natuurlijk geschreven... vanuit levenslang gestrafte Luc. Die geen uitzicht heeft... Geen stip aan de horizon om ooit nog vrij te komen. En voorstelt met, uh, ja, met zijn betekenis van zijn leven, wat, wat doet er nog toe? Uh, maar het is ook een boek over schrijven en de impact van schrijven. En um, het boek begint eigenlijk met Luc, die, ja, die, 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 die zich afvraagt van besta ik eigenlijk nog wel? Want ik maak geen nieuwe herinneringen hier in de gevangenis. Want het leven staat stil, ik ben nog dezelfde als 23 jaar geleden. En mijn oude herinneringen, die vervagen, want ik heb ze het opgebruikt. Dat zijn net foto's die langzamerhand verdwijnen. Dus ik verdwijn eigenlijk. En op dat moment komt er een schrijfjuf in de gevangenis. Een schrijver, Katrien Achenbach. En die begint een schrijfgroep daar met mensen die daar gevangen zitten. En ze nodigt hem uit. En dat, hij heeft een soort evenwicht gevonden... Van in een soort langgerekte, monotone tegenwoordige tijd... En hij raakt van streek, want hij houdt van schrijven, maar hij weet ook, ik moet niet in zo'n schrijfgroep gaan, want dat is gevaarlijk voor mij. Want iedere uitzicht naar hoop is ook vijand voor mij, want ik heb geen hoop. Dus ik moet. Nou, hij raakt in de war en hij gaat een logboek schrijven, een geheim logboek. En uh, over zijn leven, over de medegevangenen en over Katrien. En dat is het boek geworden, eigenlijk, samen met de perspectief van de schrijver.